week 12. En het is dinsdag. Het is gewoon dinsdag al. Ja, ik heb gisteren niet gefilmd, want ik heb gisteren heel de dag alleen maar gewerkt. Dus ja, dan ja, kan ik ook niet heel veel filmen. En ik heb nog maar 7 weken voor de wedstrijd. Dus ik begin daar echt op te schieten. En dan begint het natuurlijk wel steeds spannender te worden. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat lopen. En dus ik zie jullie later. En jullie moeten natuurlijk niet vergeten om een donatie te doen via mijn actiepagina. Kun je heel makkelijk een donatie doen, dus niet vergeten. En dan zie ik jullie snel weer. Daag! Het is dinsdagmiddag. Ik ben best wel moe en zo. En ik heb echt geen zin om te sporten. Ik zei vanmorgen met volle moed dat ik ging sporten. Maar ik werd hoofdpijn en moe. En ik moet nog wat dingen doen. Dus toen dacht ik van, weet je, dan ga ik dat doen. En dan ga ik gewoon morgen weer fris en fruity sporten. Ik moet nog vitaminepillen halen. Dus dat ga ik nou doen, want die zijn op. Dus dat is wel verstandig om die even te gaan halen. Ja. Let's go get the vitamin pills. Alright people, the vitamin pills are in the house. Oké, wat neem ik eigenlijk altijd? Sinds dat ik vegan ben, pak ik alleen dit er extra bij. Vitamine B12, want dat haal je alleen maar uit vlees en zuivelproducten. En aangezien ik dat niet eet, is het wel verstandig om deze sowieso er extra bij te nemen. Verder, wat ik sowieso nam, ook al dat ik zeg maar geen vegan was, was magnesium. Vooral omdat ik eigenlijk bijna iedere dag sport, is dit toch wel iets belangrijks om er extra bij te nemen. Ja. Vitamine D3, want er is wel bekend dat wij er allemaal een tekort aan komen hier in dit zonnige landje. Dus daarom pak ik die er ook extra bij. Vitamine D3 is dan ook van de vitamine D's het best opneembaar. Dus daarom pak ik vitamine D3. En verder pak ik nog ijzer. Daar kom je als vrouw toch altijd wel snel tekort aan. Plus draagt bij aan de vermindering van de vermoeidheid. Dus ja, dus dat. Er is niks mis met supplementen. Mensen denken altijd dat het heel erg is. En oh nee, pillen. Ah. Ja, weet je, als je het nodig hebt en je kan het niet ergens uithalen uit de zon of uit je voedsel of weet ik veel, dan is er niks mis mee om het erbij te nemen. Je moet niet zomaar iets gaan pakken, want dat slaat nergens op. Dus weet wat je doet en als je het niet weet, dan moet je het aan een expert vragen. Waar ik mijn vitaminepillen heb gehaald was Terra Life in Helmond. En ik ben bij verschillende plekken geweest, maar als ik daar naartoe ga, ik kwam daar binnen. En die mensen wisten echt wel waar ze over aan het praten waren. Dus ik ga daar voortaan altijd naartoe. Dus woon je in Helmond en je wil vitaminepillen halen, dan ga daar naartoe. Gewoon Terra Life, snap je jongen? We gaan weer door. Net lesje geven. Back to work, man.
Yes, het is Friday. En ik heb vanmorgen al vroeg personal training gegeven om 7:30. Daarna gespind en net nog even zelf getraind. Dus nu 11:00. We zijn gewoon klaar voor vandaag. We zijn gewoon op tijd klaar. En mijn moeder is vandaag jarig. Daar ga ik nou even een cadeautje voor halen. En dan ga ik lekker voor de zingen dadelijk. En dan hoop ik dat ze natuurlijk heel blij is. Oké, dag. Oké, let's do it. Ta-ta-ta-ta. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de Romania, in de Romania, in de Romania. Judith, hoera! Mama! Ik heb iets voor jou. Er zit ook een kaartje bij, moet je even lezen. Mooi hè? Had je niet verwacht hè? Yo peeps, het is zondag en ik ga even foto's maken in mijn bikini. This is the current situation. Ja, ik denk dat het wel op schema loopt. Dus ik ga even een beetje oefenen en foto's maken. En dan ga ik tegen mijn coach sturen. Head was down, face locked onto the phone. And I wished I'd had a number so I could be color unknown. And then I tell how to look into my eyes and never let it go. Lieve mensen, het is zondag en ik ga nou boodschappen doen. En daarmee ga ik deze week afsluiten, want het is al bijna avond. Dus ik ga nou even boodschappen doen. Ik wil jullie heel graag weer bedanken voor het kijken. Dat waardeer ik echt heel erg. En jullie moeten natuurlijk niet vergeten om even een donatie te doen op mijn actiepagina. Hier beneden, bob, in de omschrijving. Zie je een link, kun je op klikken, donatie doen. En dan heb je ook weer de kinderen heel erg mee geholpen. Thank you en tot volgende week. Doei!